70 jaar na de bezetting door de Nederlanders is op Curaçao veel veranderd. Aan de monding van de Sint-Anna-baai ligt Willemstad. Links het centrum, aan de andere kant een woonbuurt, Otrobanda. In het Fort Amsterdam zetelt de West-Indische Compagnie. En midden in de stadskern, Punda, staan hier en daar nog de resten van huizen uit die 18e eeuw. Hun Hollandse afkomst is duidelijk. De gele ijzelsteentjes hadden op de leeg binnengekomen schepen als ballast gediend. En verder is dan al aan de menging van bouwstijlen te zien hoe deze stad een kruispunt gaat worden van allerlei invloeden. Nederlandse, de Spaanse, de Zuid-Amerikaanse, de tropische. Midden in Willemstad staan nu nog ruïnes, overwoekerd door onkruid. Deze huizen zijn niet overgedragen, ze zijn niet afgebroken, ze gingen gewoon langzaam dood. En toch is te hopen dat ze nog gerestaureerd kunnen worden. Een dankbare taak voor monumentenzorg. Een stad die zich van zichzelf bewust is, moet altijd zijn verleden intact houden, wat er ook gebeurd is. Datzelfde Punda is vandaag, net als vroeger, een drukke handelswijk. Hij is springlevend. Een magneet voor zakenmensen en toeristen. Een echt centrum. Sommige zaken worden nog geleid door dezelfde families die in de 17e eeuw de handel tot bloei brachten. De Sefardische Joden. Hun synagoge, Mikwe Israël, gebouwd naar het model van de Portugese esnoga in Amsterdam, is een bewijs van hun werkkracht en succes. Het oudste Joodse bedehuis op het westelijk halfrond. Deze gemeente werd in de 18e eeuw de grootste van de nieuwe wereld en de rijkste. Nog elk jaar klinkt op Grote Verzoendag in de synagoge van New York een dankgebed voor de bijstand die ooit vanuit Curaçao aan die gemeente werd gegeven. Want de contacten met Joden in andere landen waren heel intensief. En die internationale relaties waren niet alleen kerkelijk van aard. Familieleden in Europa en Amerika waren vertrouwde overzeese contactpersonen voor de Joden hier. Daardoor, en door hun grote affiniteit met de Caribische wereld, konden zij succes boeken waar de West-Indische Compagnie bleek te falen. De Hollanders bleef niets anders over dan zich vasthouden aan de slavenhandel. Ese era el negocio principal que West-Indische Compagnie hace, de este negocio creativo. Y estaba de un monopolio de Nanta, no solo para ese negocio, Nanta permitía otro vender en Tadén. Lo que yo di una asina dedicada a comercio de mercancía. Nanta trese mercancía manufactura for di Holanda, for di Amsterdam, for di London, for di Hamburg, tu lo ganen de tin amigo, familia. Nanta trese di Lisboa e di Madrid ambe. Pero West Indies Company a opone contra e actividad económico aquí? En general, no. Pero tin caso específico de historia, cu, sí. Ta tin director nan di West Indies Company, cu ta tin negocio en un mes y nanta tajayo de una manera competidor y ese nanta va da nanta gusto más allá o es promé un opone ta es un camino de director con nos vini corso voy llego te estoy usando Peter estoy usando a buen día nos visa estaba todo antisemita él escribió un carta na West End compañía visa con paqui con nanta tres colono de una aquí con un raza bajo y vil y bombo confianan y estén con mi hijo poniendo su lugar, ¿no? Escribió un carta back, dice, no, voy a donar protección que no se permitía, y voy a donar todo el privilegio que no se permitía, y no es que para colonizar con eso. Zo kwam er op Curaçao een structuur. Handel en scheepvaart grotendeels in handen van Joodse ingezetenen. De taak van de West-Indische Compagnie, hoewel oorspronkelijk een handelsbedrijf, werd meer en meer het bestuur. Het gezag en militaire zaken. De inkomsten kwamen uit hun monopolie op de scheepvaart naar Nederland en natuurlijk uit de slavenhandel.
En er was nog een groep onzichtbare mensen. Dat waren de slaven die niet verhandeld werden, maar die voorgoed op het eiland zouden achterblijven. Als werkkracht op de plantages. Er waren een stuk of 100 landgoederen. Voor een deel eigendom van de compagnie. De overige waren van particuliere protestantse of joodse eigenaars. Verdiend werd er niet, maar het gaf groot sociaal prestige. Op deze zo moeilijk te bewerken gronden in de moordende hitte leefden dan in de 18e eeuw de zwarten die de kern zouden vormen van de Antilliaanse bevolking van latere tijd. In het huis woonde de landheer. En nog vaak in het zwart geklede figuur. De John, die alles te zeggen had. Over het werk, over het leven, over de mannen en de vrouwen. Met de keren ku hopi beers in lokwal ku e maestro tabatasie e internamente tabata komisie palabulen de tabata verwerken kos ik in een andere manier dus ora ke maestro keren si met abusade je e tabata hari maestro so reporta e lokwal ke maestro pidihasi e no asie ne forma ku maestro ta keren ke lasie. Ora il maestro chiede che il maestro tiene gara, loga, e la periodica il maestro e banda di un'altra maniera. E la cuoca abbia sbagliato, sì. Mi chiede che Saki è stato un fattore che mi chiede che aiuta e razza qui per sopravvivere. E mi chiede che per noi è molto importante per accentuare Saki anche. E vigore interno che la razza qui ha tempo a chiedere. Para sobreviver, non obstante, tudo o sofrimento da periodo de escravidão. Se me cava, ué, lo me cava, manhã, ué. Se será, solteira, miserável. Mensen zonder zang bestaan niet. Zeker geen arme mensen. En zeker geen slaven. De arbeidszang van hedendaagse vissers op Curaçao is regelrecht verwant aan de zang van deze folkloristische groep op Bonaire. En allebei komen ze voort uit die oude, ongebroken geestkracht van vroeger eeuwen. En een heel bijzondere rol daarbij wordt gespeeld door de taal. De taal, het Papiamento, wordt vrijwel nergens anders ter wereld gesproken dan op de Benedenwindse eilanden. Twee eeuwen lang is het niet erkend geweest. Het was de geheimtaal van de slaven. En ook in latere tijden bleef het Papiamento de volkstaal. Niet het Nederlands. Dat bleef de taal van het gezag en de protestantse kerk. En tevens was Papiamento de taal van de volksverhalen. Ook die gingen altijd over onvrijheid en de noodzaak te overleven. Het symbool van overleving in de volksverhalen is de Nansi. Oorspronkelijk een Afrikaanse spin, maar in die verhalen geworden tot een slimme held die altijd oplossingen vindt in onmogelijke situaties. Sibo sibon, tamalo. Sibo simalo, tambe tamalo. Non c'era un'alternativa. Non mestier a gagna costantemente. E non si stava a parlare di erbe. E persone con arte di mas grandi. Con connection. Io ho detto, ma punta, chi fate baka? La chiama veterinario, bingua, chi fate baka? Non a habri e subarica, non è nada. Io ho detto, che era tre più e stava a parlare. Aha. Ore, nang ako saka su shiri shiri benta pa fo. Loga nazi tapo da ding estoma. Ne ako mili. Aha. Ore nazi ku sempre ta kana armada tapo ti un kuchu. Era habri e mondongo sale fo. Era sali, era horia, ora ti nuene ta kana fo. Era bai shorei di ku shorei. Shorei mi la ki possibi do nazi kumi. Mi tapo ta, mi sempre ta tu un baio me inta. Mi tapo ta e bana di bovaya. Nang abenta mondongo riba mi. E ore e la...
Jora di cure dispensana, binazi, mi da compra flus no papavo, ma da baia bocupa bi si paia no limpi. Het opvallende is dat Papinjamin toen nooit is verdrongen door het Nederlands. Ook niet toen al bleek dat plantagecultuur in dit hete klimaat nooit wat zou worden. Het Papinjamentu werd totaal van de hele bevolking, ook buiten de plantages. En het werd uiteindelijk erkend en het is bestudeerd tot in zijn diepste Afrikaanse oorsprong. Bom, die grande maioria che viene di Africa. E nanto da tiene medio di comunicazione cava. E se ta afro-portugese di Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé, tutte isse nan camina nanto da gruppa e esclavo nan provengo nan trasportano. Anto il portugese ne accassa immediatamente come è preto di Africa. Anto fuori il primo contatto, quando di squadra 69, annanzi un razza mulato di un contatto diretto. Anto il razza mulato ha cominciato papia e idioma africano, struttura africana a base di portoghese. E basicamente fuori è afro-portoghese, olandese, e papiamente comincia qui vida. Anto di suoi tempi, bota bihaia d'ordi e gran candidati di spagnola, a chi banda spagnola da vedere. Uit de geschiedenis van het Papinjamentu blijkt hoe sterk mensen zich hechten aan een vorm en een taal waarin ze een stukje vrijheid voor zichzelf kunnen beleven. De drie andere Nederlandse eilanden waren intussen Engelstalig geworden. Het kleinste, Saba, steil, onherbergzaam. Het was het eerste bezet door Zeeuwse kolonisten, midden 17e eeuw. Later gevolgd door onder andere Engelsen. Er woonden maar een paar honderd mensen. Meer blanken dan slaven. Het was ook het minst armoedig. Saba kon voor zichzelf zorgen en het beleefde daarin een soort vrijheidsgevoel. Een kleine 50 kilometer naar het noorden lag Sint Maarten. Er woonden ongeveer 1800 mensen, waarvan 2/3 slaven. Die werkten in de zoutpannen en op particuliere plantages voor de verbouw van onder andere suiker en katoen. Het meest interessante verhaal van de bovenwinden echter betreft een eiland dat, als zo vaak op de Antillen, werd meegesleept in het wereldgebeuren. In 1767 begint de Amerikaanse vrijheidsoorlog tegen Engeland met een blokkade van de Amerikaanse kust als gevolg. De rebellen zoeken een steunpunt buiten die blokkadegordel om hun wapens en buskruid te kunnen invoeren, in ruil voor hun eigen producten. En dat steunpunt wordt een piepklein Nederlands eilandje, dat daarmee tijdelijk uitgroeit tot een soort wereldhandelscentrum. Sint Eustatius. Het eiland was op dat moment al in een zekere bloei door smokkel met de eilanden in de buurt. De hoofdplaats, Oranjestad, was eigenlijk een eenzaam dorp met kleinzielige ruzies tussen blanke families, waar notabelen elkaar in de regenbak opsloten, waar de dominee handelde in slaven en waar de plaatselijke autoriteiten de voorschriften van de compagnie aan hun laars lapten. Die plaats zou vanaf 1750 uitgroeien tot een handelscentrum. En wie in die jaren per schip aankwam op deze beschutte reede, zag geen kale rotsen en rustieke boompartijen, maar honderden pakhuizen. Doordat de omliggende eilanden behoorden aan Engeland, Spanje en Frankrijk, die met elkaar in oorlog waren, en Nederland in die conflicten neutraal was, werd Sint Eustatius, net als Zwitserland in de 20e eeuw, een internationaal knooppunt. Op 16 november 1776 ziet de bemanning van dit fort een gewapende brigantijn op de reede verschijnen onder een onbekende vlag. Vanaf het fort wordt de commandeur van het eiland gevraagd hoe te handelen. En deze, Johannes de Graaf, geeft opdracht het schip te groeten als elk vreemd schip. Er worden dus de gebruikelijke saluutschoten uitgewisseld. Maar dan blijkt dat het schip de vlag voert van de Amerikaanse opstandelingen. De Amerikanen hebben het saluut opgevat als een erkenning van hun vlag.